mobili. Het is maandagavond en het is 9 uur. Tijd voor een nieuwe aflevering van Opinie. Ik ben Kevin van Brussel. Van harte welkom. In deze aflevering van Opinie zullen we het hebben over mobbing, oftewel psychologische intimidatie. Mobbing is het opzettelijk verzieken van de arbeidsomstandigheden door anderen op de werkvloer te pesten. Ook u kunt daar de dupe van worden. De ene keer kan het pestgedrag zijn over uw geloofsovertuiging, de andere keer omdat misschien uw bril niet goed zit, of de andere keer omdat de kleur van uw schoenen volgens de andere collega's niet oké is. Onze gast voor vanavond is Donovan Isselt. Donovan Isselt is een veelzijdige jonge Surinamer van 30 jaar. Hij heeft zowel zijn bachelor als masteropleiding psychologie gevolgd aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Gedurende deze periode heeft hij mogen dienen als fasevertegenwoordiger, secretaris en coördinator van de studentencommissie. Op 22 januari 2020 rondde Donovan zijn masteropleiding af met als specialisatie arbeids- en organisatiepsychologie. Donovan Isselt werd hierbij de eerste in Suriname opgeleide en afgestudeerde psycholoog. Donovan Isselt heeft een persoonlijke affiniteit met het onderwerp emotionele intelligentie. In het dagelijks leven is Donovan werkzaam bij het Psychiatrisch Centrum Suriname als beleidsadviseur eerste klasse, belast met het personeelsbeleid en communicatie. Daarnaast is Donovan in zijn vrije tijd voorzanger van de muziekformatie Sweet Fury. Donovan Isselt is zeer ambitieus, doelgericht en toekomstgeoriënteerd. Als psycholoog wenst Isselt een grotere bijdrage te leveren aan de geestelijke gezondheidszorg binnen diverse organisaties en in het bijzonder de samenleving. Het ligt in de bedoeling dat hij op een later tijdstip gaat promoveren. Dames en heren, meneer Donovan Isselt. Meneer Isselt, welkom en bedankt dat u uw tijd hebt vrijgemaakt om te kunnen participeren in dit programma. En vanuit uw expertise als arbeids- en organisatiepsycholoog hebben we u benaderd om vandaag een bijdrage te leveren aan deze opinieaflevering. Om gelijk met de deur in huis te vallen, wat is psychologische intimidatie? Nou, allereerst moet ik u ook bedanken dat u me heeft benaderd om een bijdrage te leveren. Psychologische intimidatie heeft te maken met de regelmaat waarbij een persoon in een benarde of benadeelde positie terechtkomt door één of meerdere personen. En de negatieve sociale handelingen die worden gepleegd jegens die persoon op systematische manier. Dat is het in het kort gezegd. Oké, en hoe dit gebeurt op de arbeidsvloer, hoe herken je dit? Nou, er zijn verschillende signalen die je kan waarnemen op de werkvloer om na te gaan als iemand inderdaad dus psychologisch wordt geïntimideerd. En je kan dus kijken naar de persoon die dat doet. Ja, er kan sprake zijn van verbale geweld, waarbij je dus bijvoorbeeld zegt van je bent dom, je deugt niet, je bent niks waard. Het kan zijn dat mensen huichelen over de persoon, rodders vertellen, geruchten, valse informatie verspreiden over die medewerker. En dat is allemaal dus psychologische intimidatie. Maar het kan ook dus vanuit de organisatie zijn, hè? Ook vanuit de leidinggevende, dat er sprake is van psychologische intimidatie. Iemand die continu wordt gemuteerd naar een andere afdeling zonder een reden. Iemand die steeds weer negatief wordt beoordeeld, zonder dat je echt goed weet waarom je een slechte beoordeling hebt gehad.
Iemand die nooit wordt betrokken bij besluitvormingsprocessen of afdelingsactiviteiten. Er wordt niet met je gecommuniceerd. Dus er zijn verschillende signalen die je kan waarnemen op de werkvloer om dan te kunnen constateren dat er sprake is van psychologische intimidatie. Dus als ik zo naar u luister, is er niet een vast verband tussen wie het kan gebeuren, alleen tussen de werkgever en werknemer of tussen de werknemers onderling alleen, maar gewoon vanaf het hoogste niveau binnen het bedrijf tot het laagste niveau dus? Ja, dus het kan in alle lagen van het bedrijf voorkomen. In de psychologie hebben we een soort model, een psychological harassment model, waarbij je dus kijkt naar de kenmerken van het slachtoffer. Ja, is het iemand die bijvoorbeeld komt uit een laag inkomensgezin, iemand die misschien laag is opgeleid, iemand die misschien qua persoonlijkheid teruggetrokken is, introvert. Hè? En dus je kan naar de kenmerken kijken van het slachtoffer. Maar kijk je ook dus naar de kenmerken van de dader, dan kan het iemand zijn met een dominante persoonlijkheid. Ja, iemand die, weet je, qua gezag, wat gezag uitoefent, maar ook zo naar anderen toe bazig is. Het kan ook iemand zijn die zijn eigen image wil opboosten, witte voetjes maken zoals we dat noemen, en dan overgaat tot die activiteiten. Maar ook op organisatieniveau zijn er dus kenmerken. Het kan een organisatie zijn die geen richtlijnen heeft of een beleid heeft hoe ermee om te gaan, of je hebt gewoon zwakke managers, om het maar even zo te noemen, die niet weten op te treden of hoe ze met conflicten op de werkvloer moeten omgaan. Dus het is een hele multiculturaliteit, zoals we dat noemen, als je het goed wil benaderen. Hè. Als je goed wil weten in welke vorm die psychologische intimidatie plaatsvindt. Okay. En wat veel voorkomt op de werkvloer is het vertellen van leugens over een medewerker, over een directielid, over een manager. Dat wordt dus ook gerekend tot mobbing. Ja, tuurlijk. Als je willens en wetens zegt dat die persoon vals haar heeft, wetende dat die persoon het gewoon all natural is, om het maar zo te zeggen, dan ben je bewust bezig die persoon te schaden. Toch? En dat is ook een van de aspecten van intimidatie. En bij de constatering hiervan, welke stappen kunnen of moeten ondernomen worden? Als bedrijf zou je dus naar moeten gaan welke maatregelen je gaat treffen. Hè, we hebben, althans laat me het anders zeggen, er zijn onderzoeken die aantonen dat het voornamelijk gebeurt in de publieke sector. Dus binnen de overheid en dat soort type organisaties. En dit komt veelal doordat er in de private sector echt weer grip is op hoe met dit soort zaken om te gaan op de werkvloer. Nou goed, hoe ga je ermee om, zoals je dat vroeg, is dat je dus beleid gaat moeten ontwikkelen. En dan kan je dus op drie niveaus dat bekijken. Je hebt de primaire preventie, waarbij je dus eigenlijk zaken in place zet dat het niet gebeurt op de werkvloer. Toch? Je kan dus de medewerkers informeren over dit type gedrag, hoe ze het kunnen herkennen, om ervoor te zorgen dat ze het zelf niet doen. Je kan ze trainen, bijscholen in het gedrag. Je kan ze ook richtlijnen geven van mocht het gebeuren, wat doe je dan? Waar stap je precies naartoe? Een code of conduct introduceren, zodat er ergens een houvast is van hey, als ik overga tot dat gedrag, dan staat dit mee te wachten. En ook het slachtoffer weet van hier moet ik terecht zijn. Dat is primair. Hè? Je kan ook secundair. Dat betekent, er is al sprake van psychologische intimidatie op die werkvloer. Hoe verder? Dan kan je dus dan een vertrouwenspersoon aanwijzen, die dan de persoon aanhoort en de case gaat onderzoeken en dan met aanbevelingen komt naar de leiding. Maar je kan ook een mediator hebben. Hè? Die gaat dan als een derde partij objectief moeten kijken naar zowel de dader als het slachtoffer om dan tot een vergelijk te komen, hè? Conflict resolution. En tertiair, dat is wanneer het al zodanig is geëscaleerd dat er eigenlijk gezondheidskwesties zijn voor de medewerker die het slachtoffer is, dat je dan een vroege diagnose hebt van wat die effecten zijn, zodat het zich niet verder verspreidt naar het privéleven van die persoon en dat ook het bedrijf daar geen schade onder leidt. Oké, u bent de specialist op dit gebied, maar werknemers onderling, de directie, is het te herkennen aan iemand dat iemand slachtoffer is hiervan?
met een goede educatie, met goede training, met goede informatie naar het personeel toe, zouden ze wel in staat moeten zijn om het te kunnen herkennen. Kijk, niet ieder beschouwt een bepaalde handeling als negatief. Yeah, het kan gewoon als normaal zijn. Hè? Yeah. Ik kan iets over jou zeggen, ik bedoel het negatief, maar iemand anders ziet het als een kick. Hij doet maar grappen hoor, hij verveelt hem. En niet weten dat er een serieuze ondertoon is. Ik kan zeggen, Kevin heeft bolle wangen. Het klinkt grappig, maar bij mij is het zo van, ik wil hem eigenlijk een schaamte. Hè? Er moet schaamte ontstaan bij hem, bij Kevin. Maar de andere persoon ziet het niet zo. Dus je moet de mensen daarom wel goed informeren van hoe kunnen ze het herkennen, zodat zij ook niet meegaan erin. Want wat kan je krijgen? Ik begin ermee. Mijn collega denkt van, hé, het is een grap, dus ik doe ook mee. En dan gaat het als een lopend vuurtje, hè, dan gaat het naar de andere afdeling. Hé, we gaan pret maken over Kevin. Ja. En dan krijg je dan een hele chain. En hoe kan je dit voorkomen? Ja, nou, dan komen we dan weer terug naar die maatregelen, hè, die primaire en secundaire maatregelen. Kijk, die tertiaire is wanneer het eigenlijk al dusdanig is geëscaleerd. Maar hoe je het zou kunnen voorkomen, sowieso zou je eerst moeten weten hoe de organisatie in elkaar zit. Hè, wat voor type organisatie is het? Om dan een soort assessment te maken van wat moeten we allemaal in place hebben om dit soort type maatregelen te introduceren. En wanneer je dan een goed beeld hebt, dan kan je zeggen van oké, op managementniveau gaan we dus dan de richtlijnen formuleren waaraan het personeel zich moet houden. Maar het is ook belangrijk, en daarom het belang ook van een goede HR-afdeling, omdat die erop moet toezien dat de arbeidsverhoudingen, de relaties op de werkvloer dusdanig zijn dat het zorgt voor gemotiveerd personeel, mensen die tevreden zijn, mensen die happy komen naar het werk om hun werk te doen, omdat zij toch wel een belangrijke rol te vervullen hebben naar het personeel toe om ervoor te zorgen dat er geen excessen plaatsvinden en dat er toch wel sprake is van een goed en positief werkklimaat. Dus het is een samenspel tussen management, HR en ook vanuit het ministerie. De overheid heeft ook een belangrijke rol om beleid te ontwikkelen, zodat organisaties altijd terug kunnen vallen op wetgeving. Wat zegt de wetgeving? Hiermee moet ik rekening houden om zo ook mijn arbeiders te beschermen. U bent arbeids- en organisatiepsycholoog. Kunt u ons voorbeelden geven van de meest onschuldig lijkende vorm van psychologische intimidatie en de meest erge vorm van psychologische intimidatie op de werkvloer? Ja, nou, persoonlijk weet ik niet als je hem dus zo zou kunnen klassificeren. Mm-hmm. Omdat wat voor mij misschien minor lijkt, voor het slachtoffer op dat moment een major thing is. Snap je? Dus, maar goed, ik zal een poging wagen om het te doen. Kijk, als je bijvoorbeeld een groep medewerkers hebt, bestaand uit 4 man, een groep. Er komt iemand nieuw in dienst en die heeft misschien iets meer papieren dan de rest. En dat zorgt dan voor een bepaalde onzekerheid bij hun van hey, die al daar werken. Precies toch? Ja. Van hey, Adisa kon je me breden of deze gaat beter presteren dan mij, wat gaan we doen? En dat hoeft niet te zijn dat ze het bewust bedenken, hè, maar gewoon onbewust gaat dat in hun om. En wat kunnen ze dan doen? Ze verleggen dingen van die persoon, ze beschadigen persoonlijke spullen van die persoon. En steeds weer dat soort kleine dingen, hè, om een bepaalde irritatie te wekken of iets uit te lokken van die persoon. Om dan te zeggen van, hey, mokisino, weet je wel? Ja. Een minor thing, ja, net wat ik zei, het is moeilijk om te zeggen dat iets minor is. Maar laat maar zeggen, je zit samen met iemand op een afdeling. Je mixt niet echt met die persoon. Die persoon praat dat je wil vriendelijk zijn tegenover je, maar je reageert niet op datgene wat die persoon zegt. Alleen zodat, omdat jij in je hoofd hebt van weet je, als ik je negeer, dan doe ik je iets. Hè? Ik weet niet of dat minor is, maar nogmaals, wat ik als minor kan zien, ziet het slachtoffer niet als minor. Hè? Die ziet het als een major thing. Van hé, maar waarom negeert ze me elke keer zo? En ik vind het op een gegeven moment dan niet meer prettig om hier te werken. Hoor ik wel hier thuis? Snap je? Dus het is wel moeilijk om het te klassificeren nogmaals in een minor en een major thing. Omdat het slachtoffer op dat moment die gevoelens ervaart. Hè? Van die intimidatie. Ja, het gevoel is persoonsgebonden dus. Ja. En iemand die slachtoffer is van dit soort
praktijken op de werkvloer. Mm-hmm. Wat zijn de gevolgen voor zo'n persoon? Dat hangt ervan af. Je kan hebben psychopathologische gevolgen, waarbij de persoon depressieve symptomen ontwikkelt, angstreacties, de persoon kan slapeloze nachten hebben, de persoon is eeuwig geïrriteerd, de persoon kan ook nog gedragsmatige problemen ontwikkelen. Je barst zomaar uit woede. Je kan aan de drugs gaan zitten, je kan veel meer alcohol gaan gebruiken dan je misschien gebruikte, of misschien gebruikte helemaal niet. Het kan ook zijn dat de persoon psychosomatische klachten ontwikkelt. Onverklaarbare buikpijn, constant buikpijn, hoofdpijn, nekpijn, lichaamspijnen. En dat heeft allemaal te maken met die stress die je dan ervaart. Yeah. Je kan het misschien geen plaats geven van waar komt het nou eigenlijk. Maar dat zijn allemaal gezondheidskwesties voor de persoon. Maar er zijn ook andere gevolgen, hè, die verder reiken dan de persoon zelf. Het kan zelfs gaan naar het gezin. Je komt thuis aan, geïrriteerd, je maakt ruzie met je vrouw, je schreeuwt die kinderen, je sociale relatie gaat eraan. En ook, het kan zijn dat je op den duur wordt ontslagen, omdat je misschien bent uitgebaarst op het werk. Yeah. En dus er zijn zoveel gevolgen die eraan verbonden kunnen worden als het slachtoffer niet goed weet om te gaan ermee, of als er geen opvangmogelijkheden zijn voor zo'n slachtoffer. En de gevolgen voor de organisatie waar zo'n persoon werkzaam is? Een slechte reputatie. Een slechte image van een organisatie die zulke kwesties niet adequaat weet op te vangen of en op te lossen. Als de persoon je bijvoorbeeld voor het gerecht sleept, dan brengt dat ook kosten met zich mee. Want dan moet je je advocaat betalen, ben je verwikkeld in een rechtszaak. En dan kunnen allerlei dingen in de publiciteit komen over je organisatie. Als organisatie, als de persoon ziektesymptomen of ziekteverschijnselen ontwikkelt en die persoon blijft weg vanwege ziekteverzuim, brengt dat ook meer kosten voor jou als organisatie om voor die persoon te zorgen, de ziektekostenverzekering van die persoon, of als je nieuw personeel in dienst moet nemen omdat je personeelsleden hebt verloren als gevolg van dat gedrag, brengt ook meer kosten met zich mee. Ja. En ja. Dus er zijn ook een scala aan gevolgen voor de organisatie zelf. Oké, okay, en dat is allemaal inhoudelijk over psychologische intimidatie. Maar om het nu te brengen naar de Surinaamse situatie. Hoe erg is het in Suriname? Daarover kan ik helaas geen uitspraken doen. Ik heb in voorbereiding op een artikel dat ik heb geschreven, navraag gedaan bij het ministerie van Arbeid, met name dienst arbeidsinspectie, als dit soort gevallen ook worden geregistreerd. Hè, want in principe zouden ze ook tot een bedrijfsongeval moeten behoren. Maar helaas, dit soort gevallen worden dus niet geregistreerd. Dus er is niet echt data om te zeggen het is erg of het is mild of er is nauwelijks sprake hiervan op de werkvloer. Dus ik denk dat het belangrijk is dat we dat dus nu werkelijk gaan doen. Om zodoende ook een beeld te hebben van wat de situatie is in Suriname. Maar heeft u persoonlijk wel gevallen meegemaakt? Ja. Als ik gewoon om me heen moet kijken, ja. Dan zijn er aardig wat gevallen waarvan ik denk van, hey, moet het wel zo en hoe gaan we ermee om? En heeft u opgetreden? Nou, uit mezelf niet. Kijk, waar ik wel een bepaalde bijdrage kan leveren, doe ik dat wel. Het zijn misschien naar stappen naar haar afdelingshoofd om aan te geven van hey, er iets schijnt verkeerd te gaan, let hierop. Maar het kan ook zijn op een ander niveau dat ik misschien een bepaalde bijdrage lever. Maar goed, niet in alle gevallen. Want kijk, als je misschien naar een andere organisatie gaat waarbij je niet aan het verbonden bent, dan kan je slechts kijken. Hè, en in hoeverre kan je dan zeggen van je gaat dit doen of dat doen. En nogmaals, en dan ga ik dan terug naar het ministerie van Arbeid, die vervult een belangrijke rol. Als er een meldpunt ergens is, dan kan het gemeld worden van hé, er gebeurt iets daar in die organisatie, let erop. Toch? Dus ik denk dat dat wel belangrijk is. En dan kun je het ook staven hoe erg het is in Suriname. De organisatie waar u aan verbonden bent, mm-hmm. vindt er mobbing plaats op de werkvloer daar? Dat is een uitdagende vraag die je me stelt. Laat me zeggen dat ik wel mogelijke gevallen van psychologische intimidatie heb gezien of soms nog zie.
Maar goed, wij in PCS moeten natuurlijk weten hoe wij daarmee omgaan. Gelukkig zit ik ook nu, of ben ik verbonden aan een afdeling die te maken heeft met personeelsbeleid. En zullen we natuurlijk binnen de mogelijkheden die de wet ons geeft en ook de maatregelen die wij zelf doorvoeren wanneer personeelsleden op een minder positieve manier omgaan met elkaar, dat wij wel weten op te treden als het nodig is. Ja. Okay. En als we praten over mobbing, hebben we het over een slachtoffer en een dader. Ja. Welke berisping vindt u gepast voor de dader als we kijken naar de schade die de persoon aanricht aan het slachtoffer, maar ook aan de organisatie? Dat is helemaal afhankelijk van de schade. Kijk, je gaat niet meteen zeggen van ik stuur je met ontslag, toch? Als de schade misschien niet in balans is met de tuchtmaatregel die je gaat treffen. Dus dat is helemaal afhankelijk van de aard van die gedragingen tegenover het slachtoffer. Dat gaat bepalen welke maatregelen je gaat moeten treffen tegen zo'n dader, zoals we dat noemen. En zijn er in Suriname al maatregelen getroffen om dit in te dammen op de werkvloer hier in Suriname? Ik heb gekeken op onze DNA-website en ik heb gezien dus dat er twee wetten zijn ingediend. Een wet arbeidsomstandigheden en een wet, ik dacht, geweld en seksuele intimidatie op de werkvloer. Maar goed, die zijn dus nog niet behandeld en goedgekeurd. En ik denk dus dat het een belangrijke stap is als we dus zover zijn om die twee wetten te introduceren. Dat we toch wel een zekere mate van zekerheid hebben om adequaat op te treden wanneer dit soort gevallen zich mochten voordoen. Oké, en als die twee wetten goedgekeurd zijn, is dat voldoende om de Surinaamse arbeider te beschermen? Of zegt u nee, dan moet dat en dat nog volgen? Sowieso zouden we eerst moeten weten wat in die wetten staat. Hè? Vandaar dat het belangrijk is om te behandelen, zodat alle actoren daarbij betrokken worden. Kijk, je kan een wet niet vanuit één perspectief bekijken. Je moet het vanuit verschillende oogpunten bekijken. Hè? Ik zou natuurlijk ook mijn bijdrage daaraan willen leveren. Maar goed, je moet de inhoud kennen van de wet. En een wet is niet altijd zaligmakend. Je moet als organisatie ook zelf je richtlijnen ontwikkelen, een beleid voeren om te zeggen van hé, ik vang het op. Want nu hebben we geen wet. Ja. Gaan we dus zeggen we gaan wachten totdat die wet er is voordat we het aanpakken? Of gaan we zeggen van hé, we hebben hier en daar al wat tools om het te kunnen aanpakken. Dus we gaan hiermee aan de slag. Oké. En wat moet er volgens u gedaan worden? U had het eerder in een gesprek aangegeven vanuit de leiding dat er een beetje afspraken opgesteld moeten worden waar de medewerkers zich aan moeten houden. Maar medewerkers zelf, wat kunnen ze doen om dit te voorkomen? Nu daar de term is gevallen, dan gelukkig hebben we een geweldige technologische ontwikkeling waarbij je op Google kan gaan. Ja. Als medewerker moet je zelf ook proberen bij te scholen. Kijk wat jij als medewerker doet, wat je beter kan doen, niet alleen tegenover jezelf, maar ook tegenover de organisatie. Blijf jezelf informeren. Mocht je merken dat je collega te maken heeft met een dergelijke situatie, entameer dat ook op de juiste plekken. Het kan ook zijn dat je de persoon die dat doet gewoon even aanspreekt van hé, ik denk niet dat het op zo'n manier moet hoor. Als het daar niet mag lukken, heb je natuurlijk een bepaalde hiërarchische structuur binnen die organisatie die je kan bewandelen. En ook degene die het ervaart, speak up. Ja. Niet ieder weet dat te doen of hoe ze dat moeten doen en waar ze dat moeten doen. Maar het is wel belangrijk dat mocht je het ervaren, dat je het ergens ook aanhaalt. Hè. Het kan zijn bij de afdeling personeelszaken, maar aan de vertrouwenspersoon of je directe leidinggevende, noem maar op. Dus als medewerkers moeten we op elkaar letten en ervoor zorgen dat we prettig met elkaar kunnen werken en voor een positieve werkklimaat kunnen zorgen. En stel dat het intern niet lukt, je bent slachtoffer van psychologische intimidatie, je geeft het aan bij de afdeling personeelszaken of bij de directeur, maar de oplossingen die jij verwacht blijven uit. Mm-hmm. Zijn er instanties extern in Suriname waar je beklag kan doen?
ik val terug op het ministerie van Arbeid, want dat is onze instantie sowieso die arbeidssituaties moeten bekijken, arbeidskwesties allemaal moeten bekijken. Dus je kan het daar proberen. Er zijn natuurlijk ook juridische mogelijkheden die je kan exploren, om het maar even zo te noemen. Maar echte instanties die zich hiermee bezighouden, ja, dat kan ik moeilijk zeggen. Maar sowieso als je klachten ontwikkelt als gevolg ervan, dan kan je natuurlijk wel bij een mental health professional terecht. Psychologen, je kan eventueel naar de psychiater gaan om dat te bespreken. Maar ook gewoon je huisarts hoor, daar kan je alvast beginnen. Want misschien dat zij ook die interventie kunnen plegen van, hé werkgever, er is iets met je werknemer aan de hand. Want we constateren zulke klachten bijvoorbeeld. Precies, en dan misschien, want misschien is die werkgever niet eens bewust van dat er iets gaande is. Of zien ze het, ja, maar het is misschien niet eens zo'n big deal. Mm. Dus, maar goed, ik denk dat er sowieso organisaties moeten komen die dit soort gevallen kunnen opvangen. En voor zover ze er zijn en ze het nu horen, dan kunnen ze ook hun stem laten horen van, hé, we zijn er wel. En jullie kunnen bij ons terecht om dit soort zaken aan te halen. En momenteel, alles wat de klok slaat, is COVID-19. Yes. Hoe staat COVID-19 in relatie met psychologische intimidatie? Het hangt ervan af. Hè. Iemand die bijvoorbeeld besmet is geweest en die komt weer werken. Ja, je bent genezen verklaard, maar je komt weer werken. Het kan zijn dat mensen anders naar je omkijken. Ja. Van, hé, dat is bij op corona. Ja. Hè, weet je, en dan begin je allerlei dingen te zeggen van... ze kan je nog besmetten of hij kan je nog besmetten en noem maar op, toch? Maar het kan ook zijn van, het is in China begonnen. Op een gegeven moment kregen we iets van, het zijn de Chinezen, toch? En dan, voor jouw pech ben je Chinees, om het maar even zo te noemen. Yeah. En je stapt binnen, corona komt, snap je? Dus het lijkt gek, maar het kan inderdaad gebeuren. Dus het hangt helemaal van die situatie af, dat men die COVID-19 kan gaan relateren aan psychologische intimidatie, hoor. Je zou het moeten onderzoeken hoe dat in elkaar zou zitten. Maar kun je stellen dat deze gezondheidscrisis, dat door deze gezondheidscrisis de kans op mobbing groter is dan normaal? Ik wil het nog niet wagen om te zeggen dat het groter is, maar het zou me niet bevreemden, hè, als het zo mag komen. Kijk. De president heeft een total lockdown in het binnenland en stel er komt iemand uit dat gebied. Ja, of we krijgen nu een houding van, hey, die mensen die uit die gebieden komen, we moeten extra voorzichtig zijn hoor. We moeten onze handen niet 10 keren wassen als ze in onze buurt komen of noem maar op. Weet je, dus ik weet niet als het groter kan worden, maar de potentie is wel daar dat we op een gegeven moment... misschien deze mensen gaan stigmatiseren die in een gebied komen waar de president maatregelen heeft getroffen. Of uit een gebied komen waar er is inderdaad sprake was van COVID en noem maar op. Maar we moeten wel daarop letten, omdat het ook niet prettig is naar die mensen toe. Hè? Ik bedoel, niemand vraagt om ziek te worden. Niemand vraagt om in die situatie terecht te komen. Dat ze dus hiermee allemaal moeten dealen. Je hebt al een bepaalde emotionele belasting, een bepaalde stress. Mm. Toch? Want je hoort nu, je bent in total lockdown, je kan nergens. Nu als je straks ergens mag gaan, dan heb je nu ook te maken met stigmatisering. Weet je, en dat is dan ook niet prettig naar die mensen toe. Oké, en we zitten nu in een crisissituatie. Wat kan er in deze crisissituatie gedaan worden tegen mobbing? Ik denk dat we sowieso moeten communiceren. Ja? En bedoel ik dan naar de hele samenleving toe. Wat deze situatie van ons vereist. Deze situatie vereist dat we op elkaar letten. Dat we elkaar ondersteunen. Ja, het is juist niet het moment dat we elkaar tegenwerken of elkaar isoleren, want we hebben het al moeilijk genoeg. Ja. Ja, het zijn zeer onzekere tijden. En om dit ook mee te maken, brengt nog meer stress dan de stress die we nu al ervaren. Toch? Mensen die de hele dag thuis moeten blijven, zijn al gestrest. Toch? We raken al gefrustreerd. Wat moet ik de hele dag thuis doen? En dan moet je hiermee ook te maken hebben met psychologische intimidatie. Dat wordt dan te veel. Dus we hebben een verplichting naar elkaar toe als samenleving om elkaar te ondersteunen en bij te staan en op elkaar te letten. Oké, meneer Issel, tot slot, wat mogen we van u als arbeids- en organisatiepsycholoog verwachten dat u gaat doen in de komende jaren om mobbing de kop in te drukken en hoe denkt u dat u het gaat aanpakken?
In mijn eentje kan ik het niet aanpakken natuurlijk. Is samenwerken geblazen met alle organisaties, alle relevante organisaties die erbij betrokken moeten worden. Sowieso mocht er vanuit de overheid een beroep gedaan worden op mij om een bijdrage daaraan te leveren, ben ik natuurlijk bereid. Ja. Ik noemde de twee wetten, toch? En ook andere psychologen die langer in het veld zijn, die kunnen een bijdrage daaraan leveren. Maar zelf wil ik het verder onderzoeken, ja, kijken wat de situatie is daadwerkelijk in Suriname. Want net wat ik zei, er zijn niet echt cijfers om te staven als het erg is of als het mild is. En ook de studenten die psychologie studeren, mochten ze geïnteresseerd zijn, dat we ze daarin begeleiden. Het is belangrijk dat we als Suriname data verzamelen. Het is nog een groot tekort aan data over alle zaken, hè? Niet alleen psychologische intimidatie, maar heel veel dingen die je wil weten, er is nauwelijks data. Van bepaalde dingen zijn er helemaal geen data. Ja. Dus dat is echt iets waaraan we zouden moeten gaan werken om data te verzamelen over allerlei issues die er mogelijkerwijs in ons land spelen. Oké. Okay. Meneer Esselt, mag ik u bedanken voor uw bijdrage in deze aflevering van Opinie? Dank u wel voor de ontvangst en de gelegenheid om ook een bijdrage te leveren aan het programma. Hebben we met veel plezier gedaan. Dat was het weer voor deze aflevering van Opinie. In deze aflevering hebben we het gehad over psychologische intimidatie op de werkvloer. En dat is niets anders dan het opzettelijk verzieken van de arbeidsomstandigheden door anderen te pesten op de werkvloer. De herhaling van deze uitzending is op de woensdag en de vrijdagavond hier op GovTV, telkens om 8 uur 's avonds. En deze uitzending kunt u ook bekijken op het YouTube-kanaal van het Nationaal Informatieinstituut. Ik ben Kevin van Brussel, bedankt voor uw aandacht. En ik zeg tot de volgende aflevering van Opinie. Opinie.